Welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je aan de titel van deze video kan zien, hebben we vandaag hele leuke zomerhacks en do-it-yourself op je te wachten staan. Ja, en dat komt goed van pas, want we zitten natuurlijk volop in de zomerperiode. Nog niet officieel, maar het voelt wel een beetje zo door die warme temperaturen. En al deze hacks en DIY's, die kun je echt heel goed gebruiken. Dus we kunnen echt niet wachten om ze te delen. Maar voor we verder gaan met deze video, doe gerust nog even een duimpje omhoog. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En als je wel een abonnee bent en je hebt nog niet op het belletje gedrukt, doe dat dan ook eventjes, zodat je een notificatie krijgt als wij weer een nieuwe video online hebben staan. Laten we snel beginnen. We beginnen met de eerste hack. En dat is er eentje voor als je zeg maar strakke topjes draagt of misschien een strakke jumpsuit. Ik heb bijvoorbeeld een heel leuk jumpsuitje. En hij is eigenlijk misschien ietsje te klein, waardoor hij hier een beetje wat strakker zit. En daardoor zit het een beetje te strak wanneer ik echt nog een BH onder wil gaan dragen. Dus ik had daar wat anders voor nodig, want je kan natuurlijk wel gewoon helemaal vrij gaan. Weet je wel, free the nipples, helemaal niks mis mee. Maar ik hou daar persoonlijk niet heel erg van en ik wil toch wel graag een beetje soort van extra coverage en een beetje padding hebben. Dus daar hebben we een hele leuke hack voor en die kan op twee manieren. Want in je bikini zit natuurlijk ook altijd wat padding en die kun je er vaak wel uithalen. Dan heb je dus deze twee losse dingetjes. En aangezien je topje of je jumpsuit toch al super strak op je lichaam zit, kan je deze er eventjes opdoen en dan heb je toch iets meer van een nipple cover-up. Nou, heb je deze dingetjes niet liggen, dan hebben we daar nog een andere hack voor eigenlijk. En dat zijn de borstvoeding pads. Ja, en daar zijn we natuurlijk achter gekomen omdat Serena natuurlijk daar gebruik van maakt op dit moment. En eigenlijk is dat een beetje hetzelfde zoals deze pads, maar dan zijn ze van een soort van tissue paper en rond. Ja, dus, en wit van kleur. Dus als je zeg maar dus lichtere topjes hebt, dan zijn die heel erg geschikt. Of als je natuurlijk witte pads hebt, dan kan het ook. En die zijn gewoon te koop bij de Action en die gaan in een pak van zoveel stuks. Dus dat zijn volgens mij wel van die wegwerpdingetjes ook. En dat is ook een hele goede tip. Wat helemaal hot and happening is op dit moment is de rieten tas en de rieten hoed. Je ziet het overal langskomen op Instagram, op blogs en in video's. En dat is natuurlijk super leuk, maar die tasjes en die hoedjes zijn niet altijd even goedkoop. Maar het kan natuurlijk wel. Je kan natuurlijk een rieten tas of zo'n hoedje bij de Action scoren voor heel erg goedkoop. Of misschien zelfs bij de Kruidvat. Mm-hmm. En dan kan je hem zelf customizen door er een woordje op te maken. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is wat lijm. Dit kan textiellijm of misschien een lijmpistool zijn. En je hebt wat dikker touw of draad of soort van wol nodig. Het ligt er een beetje aan wat voor look je wilt. En dat kan je natuurlijk in verschillende kleurtjes doen of het juist wat simpeler houden. Wij hebben hier bijvoorbeeld gewoon een zwart draad genomen. En daarmee kan je dus heel makkelijk gewoon een woord op je hoed of op je tas maken. Nou, dit draad heeft natuurlijk een superleuk effect. Staat heel erg leuk op foto's. En het is ook gewoon heel erg leuk om dat samen met vriendinnen te doen in deze zomervakantie. Dan heb je een leuk DIY-dagje. En daarna loop je er allemaal heel erg hierbij. Nou, met deze warme temperaturen komt er natuurlijk ook wel bij kijken dat je een beetje begint te zweten. Of misschien heel veel. Het ligt natuurlijk een beetje aan. En ondanks dat we wel gewoon fan zijn van een natuurlijke glow, kan het soms ook een beetje te veel zijn. Dus dan is het wel belangrijk dat je een beetje die glow wat minimaliseert, zeg maar. En daar zijn natuurlijk blotting papers heel erg goed voor. Deze zijn gewoon te koop bij alle verschillende merken. Essence heeft het bijvoorbeeld ook. Maar we hebben ook nog een hack waarmee het nog goedkoper kan. Je kunt namelijk bij de winkels, gewoon bij een Primera bijvoorbeeld, kan je tissue paper halen. En dit is van dat papier wat winkels vaak in een cadeautasje doen om gewoon dingetjes in te pakken. Dus dat is echt van dat dunne papier. Daarmee kan je heel erg goed de talg of de olie van je gezicht afdeppen. Maar ook gewoon met vloeipapiertjes die eigenlijk worden gebruikt om sigaretten te rollen. Dit is echt een hele goedkope optie en het werkt net zo goed als blotting paper. Ja, en deze vloertjes komen ook in zo'n soort van klein pakketje. Zo'n pakje, dus die kun je ook gewoon veilig in je tas gooien. En als je zeg maar tissuepapier gebruikt, moet je toch even wat in kleinere vierkantjes knippen bijvoorbeeld. Ja. En dan misschien in een zakje of zoiets doen. Maar het zijn in ieder geval twee budgetproof alternatieven die ook net zo goed werken als het echte blotting paper. Zoals we net al zeiden, we zijn niet heel erg fan van de zweterige olieachtige look, maar we zijn wel heel erg dol op een glow. Op een mooie highlighter in je gezicht of op je lichaam. En voor in het gezicht heb je natuurlijk vloeibare highlighters. Deze zijn echt super fijn om te gebruiken. Maar we hebben ook ontdekt dat het heel erg leuk is om te mengen met bijvoorbeeld je body lotion. Als je het mengt met je body lotion, kan je het gewoon bijvoorbeeld aanbrengen op wat plekjes op je lichaam. Misschien je armen, je schouders, je jukbeenderen. Je benen. Je benen inderdaad. Het zorgt ervoor dat je highlighter
highlight net wat meer gemengd wordt. En dat het nog wat natuurlijker is. Zodat je niet super glowy benen hebt. En dat het te erg opvalt dat je wat op je benen hebt gesmeerd. Op die manier kan je net wat meer glow aan je lichaam geven. Zonder dat je daar echt zo'n speciaal body glowing product voor koopt. Die je waarschijnlijk alleen in deze zomerperiode gebruikt. En nooit gaat opmaken. Deze hack is dus heel erg handig. Want je kan de producten op twee manieren gebruiken. Om hem dus te mengen in je body lotion. Maar je kan hem natuurlijk het hele jaar door ook gewoon gebruiken als highlighter. Nou, met deze warme temperaturen is het heel erg belangrijk om lekker water te blijven drinken. En dat doe je natuurlijk door gewoon fruit en groenten toe te voegen, zoals komkommer. Maar ik kan me wel voorstellen dat je niet altijd zin hebt om alleen water te drinken. En misschien heb je wel zin in een lekkere ijskoffie. Nou, dat kan je gewoon zelf maken. Op onze blog hebben we jaar geleden al een heel lekker recept gedeeld voor ijskoffie. Dus die zal ik eventjes in de beschrijving linken. Maar voor ijskoffie hebben we deze keer ook nog een andere hack. En dat is namelijk koffie schenken in een ijsblokjeshouder. Ja, want koffie is natuurlijk super lekker en ijskoffie is nog lekkerder. Maar het probleem is dat als je de gewone ijsklontjes in doet, dan wordt je koffie al snel heel erg waterig. En dat is gewoon, ja, vind best ik, vies. Ja, niet zo lekker. Dus als je de koffie invriest en daarna nog bij je koffie doet, dan heb je sowieso de hele tijd een volle koffiesmaak. De volgende hack is eentje die best wel favoriet is, in ieder geval bij ons. En ik kan me ook goed voorstellen dat je deze al kent. Maar toch wil ik hem graag nog eventjes in deze video laten zien. En dat is namelijk de Ziploc tas, die heel erg handig is om je telefoon in te doen. Het fijne is dat je telefoon dus op deze manier beschermt tegen spetters van zwembadwater of zeewater. En natuurlijk ook zand. Maar ik zou verder niet aanraden om natuurlijk met dit zakje de zee in te duiken of het zwembad. Maar het is wel gewoon heel erg fijn als je deze hebt. Want je kunt gewoon door het zakje heen nog steeds je telefoon bedienen. En op die manier houd je alle dingetjes die je niet in je telefoon wil hebben erbuiten. Nou, je hebt natuurlijk ook speciale tasjes waar je je telefoon in kan doen. Die je bijvoorbeeld om je nek kan hangen. Maar die zijn vaak wel 8 euro ongeveer. Iets in die trant. En dit soort Ziploc tasjes die koop je gewoon per weet ik veel hoeveel. 20 stuks bijvoorbeeld. Kosten maar een paar euro. Dus daar ben je wel een stukje goedkoper mee uit. En als je misschien een hele lieve goede vriendin bent. Is het gewoon een goed idee om gewoon een paar van dit soort tasjes in je strandtas te gooien. En gewoon uit te delen aan iedereen die het is vergeten. Want ik weet in ieder geval van mezelf dat ik het zelf heel vaak vergeet. Dus daarom vond ik het heel fijn om deze hack weer in deze video te delen. Zoals je vast wel weet is kokosolie heel erg lekker en goed voor je haar om het lekker zacht te houden. En het is ook een heel leuk idee om een potje kokosolie mee op vakantie te nemen. Wat je kan doen bijvoorbeeld voordat je naar de zee gaat is op je hotelkamer wat kokosolie in je haar smeren. Dat kan bijvoorbeeld misschien vanaf de helft tot aan onderaan zijn of misschien je hele haar. En draag het daarna gewoon in een knotje bovenop. Dit voorkomt dat je haar super droog en stroef wordt gedurende de dag, want daar hebben wij zelf wel heel erg last van als we een dagje op het strand hebben gezeten. En verder ruikt kokosolie natuurlijk super lekker tropisch en dat hoort echt wel een beetje bij het vakantiegevoel. We hebben nog een hele leuke, makkelijke en leuke do-it-yourself voor jullie, die ook weer heel erg fashionable is. Want je ziet het overal op Instagram langskomen en dat is het tasje, het net tasje, dat eigenlijk gewoon heel veel duurzaamheid uitstraalt. Maar tegenwoordig is het ook heel erg fashion. En dit tasje kan je kopen op verschillende webshops. En ik heb het ook bijvoorbeeld al gezien bij Bershka of Stradivarius voor een paar euro. Maar mocht je iets hebben van, ik heb niet zoveel zin om zoveel geld uit te geven aan zo'n tasje, dan kan je hem ook lekker zelf maken van een oud t-shirt. En op die manier herbruik je dus een t-shirt. En jullie hadden laatst al gevraagd om misschien een leuke DIY tip. Waarbij we niet weer iets hoefden te kopen. Maar dat we gewoon iets ouds gebruiken en omzetten in iets nieuws. Nou, de tasje maak je op de volgende manier. Je knipt de mouwtjes er vanaf. En aan de bovenkant knip je een wat groter gat. En dat wordt eigenlijk het hengsel of waar je hand doorheen gaat. Nou, de onderkant die naai je natuurlijk goed dicht. En dat doe je gewoon met naald en draad. Maar dat kan je natuurlijk ook op de naaimachine doen. Op de rest van de stof ga je allemaal kleine snipjes maken. En dat zorgt ervoor dat je dat net structuurtje hebt in de tas, wat hem zo bijzonder en opvallend maakt. En dan ben je eigenlijk alweer klaar. Nou, deze tas kan je natuurlijk in allemaal verschillende kleurtjes maken. Het ligt gewoon maar net aan wat voor t-shirt jij thuis hebt liggen. En het maakt ook niet uit als er wat vlekken op je t-shirt zitten, want omdat je dus allemaal van die snipjes erin maakt, van die gaten, ga je hoogstwaarschijnlijk toch niet die vlekken zien en dat geeft dus gewoon niet. Nou, deze tas kun je gebruiken om je badspullen in te doen als je naar het strand gaat. Maar je kan hem natuurlijk gedurende het jaar ook gebruiken als je boodschappen gaat doen. Want het is natuurlijk veel beter om je eigen tasje mee te nemen dan om een plastic tasje te kopen in de winkel. Wij vonden het echt heel erg leuk om nog een aantal DIY's door deze hack video in te verwerken. Omdat wij natuurlijk vroeger wel heel veel DIY's video's maakten. Maar nu doen we dat eigenlijk niet meer. We zijn heel erg benieuwd of jullie dat ook leuk vonden. We vonden het in ieder geval heel erg leuk om ze te delen. En als je ze gaat namaken, en dan heb ik het over het hoedje, dus riet tas met de tekst erop of het net tasje,
Maak er dan eventjes een foto van en tag ons erin op Instagram. Want we vinden dat heel erg leuk om te zien. Laat ons ook vooral eventjes weten wat je van deze hacks vond. Welke je het leukste vond in de comments. En laat ons ook even weten wat jouw vakantieplannen zijn. Blijf je lekker thuis? Ga je natuurlijk op vakantie? En wanneer is dat? Ga je al binnenkort weg? Laat eventjes weten in de comments. Ik vind het altijd heel erg gezellig om over jullie te lezen. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En een duimpje omhoog te geven natuurlijk. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video. Doei!